wedstrijd tussen NEC en Rode JC eindigde vanmiddag in de Goffert in een 2-0 overwinning voor de Nijmegenaren. Twee benutte strafschoppen van Breinburg. Na afloop vingen we wat reacties. Een heerlijke middag, dacht ik. Ja, zeker. Als je twee keer kan scoren en de drie punten hier kan houden en de match winnen kan zijn, is het een heerlijke middag. Ja. Twee penalties in een wedstrijd worden niet heel vaak genomen door dezelfde speler, maar zaten er echt heel lekker in. Ja, ik had van mezelf aan de hoek. Ik had een aantal keren al in de beker en in de oefenwedstrijd de rechterkant geschoten. En ik weet dan ja, de clubsbestuur deden dat ook van tevoren met de keepers trainen. En dan schiet ik hem even andere kant in. En ja, de tweede nam ik gewoon in mijn hoek waar ik schiet en gewoon hard en vol overtuiging. Ja, yeah, it was a good game. We won with 2-0. Yeah, and I think we deserved the win. The fans were great, and yeah, it was a great game to play. About today, you had to defend a lot. Yeah, the coach wants us to defend a lot, but it's a part of football and the way we play. So I have to do what he says. De eerste 9 clubs die zijn echt heel goed. Daarna wordt het werken. Nu sta je bij de eerste 9. Ja, maar het is een momentopname. Hoor, zeg ik ook nu ja, maar het is een momentopname. Ik voel nog niet zo dat we onder de eerste 9 ook realistisch zijn. En daarom nuchtern blijven, rustig blijven. Van de resultaten was het natuurlijk goed vandaag. Maar heel veel momenten vond ik vandaag echt niet goed. Ik vond het verdedigen in de momenten niet goed. Veel te veel afgezakt. Niet in baldruk gekomen. Ja, afstanden ook niet zo. Dan hebben we 4-1-4-1 gezegd. En rust, dat was in de tweede helft ook niet zo. Wat heel goed was, was in momenten dat we echt goed aan de bal waren. En dat heeft natuurlijk, ja, hebben natuurlijk onze technisch vaardige jonge talenten wat ermee te doen. Maar dan moet je ook scoren uit deze kansen. Tot slot nog even heel kort over je mogelijke transfer. De kans is groot dat je dit seizoen in ieder geval bij NEC blijft. Ja, inderdaad. Ja, de kans is nu aanwezig. NEC heeft het tweede bot ook afgeslagen. Wat ik een beetje teleurstellend vind. Maar dat is voetballerij. En dat is gewoon knop omzetten. En volle bak geven voor je team, voor je medespelers en voor de fans die er zijn. Ja, op die vraag heb je vanmiddag denk ik antwoord gegeven. Of je met je gedachten bij de transfer bent of meer bij het voetbal. Dat hebben we kunnen zien vandaag. Want je speelde een geweldige wedstrijd. Ja, ik ben altijd een speler die ik zal mijn team nooit in de steek laten. Ik zal de fans nooit in de steek laten. En ik zal de trainer ook nooit in de steek laten. Twee nieuwe spelers. De kans is groot dat Breinburg ook blijft. Worden er nog spelers verhuurd deze periode? Van ons verhuurd? Nee, ik denk het niet. En deze vraag. Ja, ik praat natuurlijk met Edwin heel veel. Ja. En natuurlijk waren de laatste weken en dagen. Kreeg Breinburg. Over hem en mij even gesproken. En we kijken altijd links en rechts. We hebben natuurlijk ook spelers die niet spelen. Die zijn natuurlijk een beetje ontevreden. Zo is het. Ne? Die kussen me ook niet iedere dag. En ja, zo is het. En. Maar eigenlijk moet deze selectie samen blijven. Om schorsingen komen nog, blessures komen nog. En nog een lange weg voor de handhaving.